de rest. Ze wilden gaan trouwen, maar hadden geen woning. En daar een alleentje, geweldig de best. Maar op een dag, toen moest het gebeuren. Ze kochten een bootje, het was wel geen pracht. Maar het kon niet schelen, ze waren gelukkig. En legden een bootje bij ons in de vracht. Kijk nou eens Leentje, hoe dat nou toch komt. Ik zie die verdorie met mijn voeten in het water. Er zit een gat als een vuist in de rok. Het water steeg snel en de meubels die dreven. De kans op verdrinking die was toen heel groot. Al geen van beiden konden ze zwemmen. Ze dreven de deur uit op een tafelboom. Daar stopte ze vakkundig in vangen en leeg. Leentje kon toen haar meubels gaan poetsen, want de stof van de clubjes zag blauw van de drek. Maar ze lagen niet lang bij ons in de Amstel. Toen kwam er een smeer, zo een met een pet. Hij zei, jullie moeten hier wegwezen, mensen. Jullie hebben Amstel met het bootje besmet.